Hey, hoe is het? Yo mensen, super tof dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video. En sorry dat ik een tijdje afwezig ben geweest. Ik heb het heel druk gehad met school. Oh Timo, dat is echt een vet goede smoes man. Oh ja, zo kan ik ook wel YouTube video's maken. Sorry, oké. Ik heb het gewoon druk. Maar gelukkig heb ik de komende periode iets meer tijd om weer video's voor jullie te gaan maken. Dus ja, heel veel video's zullen eraan komen. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker hier beneden. En klik even op dat belletje, zodat je gelijk een melding krijgt als ik weer wat upload. En ja, laten we gewoon beginnen met de video. Om te beginnen, ik ben naar de kapper geweest trouwens. Ik weet niet of je het kan zien. Het is nu, de zijkanten zijn kort en... ja, dit, sorry daarvoor, maar hij had gewoon geen zin vandaag. Maar goed, ik ben naar de kapper geweest. Ik heb basically hetzelfde kapsel, want het is nog steeds... Maar goed, dat is niet het onderwerp van deze video. Want dames en heren, het onderwerp van deze video gaat over de examens. De examenperiode is weer in volle gang. Ik heb zelf vorig jaar ook examens gedaan. Ik heb dat toen gevlogd voor de Telegraaf, zoals je hier ziet. Vandaag is de dag. Ja, voor mij gingen de examens vrij makkelijk af. Maar ik kan begrijpen als dat niet voor iedereen geldt. Want ja, ik snap natuurlijk hoe je je voelt als je zelf nu examens hebt. Je bent zenuwachtig, je hebt druk met leren. Misschien ben je wel aan het stressen of weet ik veel wat. Maar ja, ik wil jullie gewoon even meegeven hoe ik mijn examens ben doorgegaan en wat ik heb gedaan om het te overleven. En ik hoop dat je ook echt wat aan deze video hebt, want ik heb zelf toen ik mijn examens had ook wat video's opgezocht. En ik had er niet heel veel aan, want ja, weet je, mensen zeggen van wees jezelf, doe wat lekkers aan en bla bla bla. En dan denk je van ja, weet je, dat zegt iedereen, dat is ook zo, maar doe het, want het werkt echt. En daarom hoop ik dat jullie wat aan deze video gaan hebben. Tip 1 is sowieso, neem altijd even lekker je pauzes tussen het leren door. Want als je echt continu bam 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 gaat leren, dan... dan word je ook gewoon helemaal gek van jezelf. En ik heb gewoon een planning voor mezelf gemaakt. Joh, welke examens heb ik het eerst, welke krijg ik daarna? Dan leer ik eerst voor die eerste en daarna gelijk alvast een beetje voor die tweede. Dat je al een beetje bent voorbereid op die examen. Tussen het leren door moet je echt pauzes gaan nemen. Anders word je helemaal gek van jezelf. Word je chagrijnig, word je gestrest. Weet ik veel wat allemaal. Ga gewoon wat anders doen. Ga gamen, ga vreten, ga naar de bioscoop. Weet ik veel. Doe gewoon even wat anders. Want als je continu in het leren zit, ja, dan ga je dingen ook door de war halen. En dat is gewoon niet goed voor jezelf. Tip 2 is trek vooral iets lekkers aan. Trek een joggingbroek aan. Of weet ik veel wat. Meiden, ik weet dat jullie het heel leuk vinden om een strakke broek aan te trekken. Maar ik zou dat op die dag nou even lekker niet doen als je je examens hebt en ook niet tijdens het leren. Dan kan je gewoon veel beter concentreren op je werk en dan zit je niet de hele tijd met zo'n strakke broek gewoon te klooien van ah, dat zit niet lekker, dit en dat. Trek gewoon iets aan wat lekker zit, zoals een joggingbroek of weet ik veel wat. Ik heb ook gewoon lekker een joggingbroek aangetrokken of gewoon een korte broek met korte mouwen en weet ik veel wat. Lekker simpel, dat je daar in ieder geval niet aan hoeft te irriteren. Tip 3. Oké, tip 3 is... Nou, wat ik in ieder geval deed is, ik gooide, ja het klinkt heel stom, waarschijnlijk vind je het ook echt heel leuk en waarschijnlijk doe je het nu ook, wat eigenlijk dan niet de bedoeling is. Maar gooi je social media even aan de kant. Doe dat als je klaar bent met leren, want echt, zet je telefoon uit, je raakt afgeleid. Als je examens wil halen, je kan het. Gooi gewoon even je telefoon en je laptop of weet ik veel wat, gooi het aan de kant. Ga gewoon even jezelf opsluiten op je kamer, ga gewoon alles erin stampen en weet ik veel wat. Dan komt het helemaal goed. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik deed het wel op een andere manier. Ik ging nou gewoon met mijn hobby bezig zijn, dus vissen. Ik ging naar de waterkant, nam mijn boeken mee, deed mijn telefoon uit en dan ging ik daar gewoon lekker in de zon lekker leren. Nu kom ik echt over als een of andere 40-jarige vader, maar ja, weet je, het is wel gewoon zo. Je raakt zo snel afgeleid door dat kleine apparaatje wat ons hele leven beïnvloedt. Flikker dat ding gewoon even aan de kant en ga gewoon even leren, want jij wil je examens halen en dan moet je wel wat voor over hebben. En het laatste ding jongens, het klinkt misschien heel stom, maar ik vond het super chill. Ga iets eten wat echt je lievelingseten is. Ik weet niet of het voor alle scholen geldt, maar wij mochten bijvoorbeeld wat eten meenemen het klaslokaal in. En neem gewoon je lekkerste chips mee, je lekkerste snoep of je lekkerste fruit of weet ik veel wat je lekker vindt. Neem het mee. Als je gewoon even er doorheen zit, dan eet je dat op en denk van oh ja chill. En dan kan je gewoon weer verder. Dat heb ik ook gedaan, heeft heel erg geholpen tijdens de examens. En ja... Oké, dat was het voor deze video. Het was misschien even heel kort, maar ja, het is examentijd en ik heb mijn examens al gehad. En sommigen van jullie moeten je examens nog maken. En ik dacht, hé, ik steek jullie even die kant op en ik ga jullie helpen door je examens heen. Dus dit waren even een paar tipjes van mij voor je examens. Ik wens je heel veel succes als je examens moet maken. En ik raad je ook aan om mijn oude examenvlogs van vorig jaar terug te kijken. Er zijn dit jaar ook weer examenvlogs van de Telegraaf. Als een van jullie kijkt, ook heel veel succes. Ik vond het erg leuk om te doen. Maar misschien heb je iets aan die oude vlogs van mij. Dus ja, vergeet daar vooral niet naar te kijken. En ik wil je überhaupt bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zeg ik, tot de volgende video. Later!